Van der Ginsten Rood Bruin is eigenlijk het eerste bier dat gebrouwen is door de brouwerij Bieren Omer van der Ginsten. In 1892 kwam het op de markt onder de naam Oudentrippel. Het is een typisch streekproduct, een Zuidwest-Vlaams roodbruin bier. Zo'n bieren bekomen we door bieren van hoge gisting te versnijden met bieren van spontane gisting, die minstens 18 maanden gerijpt hebben op eikenhouten vaten. Deze bieren schenken we best uit in een fris glas. Je mag goed doorschenken om een mooie schuimkraag te bekomen. En dan zie je al onmiddellijk dat de naam roodbruin niet alleen het biertype is, maar een verwijzing naar de kleur van het bier. Als we gaan ruiken, ervaren we onmiddellijk de geroosterde karamelmouten die gebruikt worden bij het brouwen van het bier. En ook als je gaat proeven, heb je een hele mooie balans tussen enerzijds de fruitigheid van het bier van hoge gisting en anderzijds de zachte zuurheid van het spontane gistingsbier. Als voetpairing kan ik u frisse gerechten aanraden, een slaatje of een carpaccio van tonijn, maar ook gegrild vlees. Terwijl u geniet van dit bier, vertel ik u ook nog graag iets over de ontstaansgeschiedenis van de Zuidwest-Vlaamse roodbruine bier. Gezondheid! De geschiedenis van de Zuidwest-Vlaamse roodbruine bieren voert ons terug naar de middeleeuwen, toen de Schelde de grens vormde tussen het Germaanse Rijk aan de oostkant en het Frankische Rijk aan de westkant. In het Germaanse Rijk mocht men hop gebruiken om bier te brouwen. Hop heeft als eigenschap dat het ervoor zorgt dat bier langer bewaard kan worden. Wij aan de westkant moesten gruut gebruiken, een kruidenmengsel dat we moesten kopen aan de heerschappij van de graven van Vlaanderen. Maar gruut heeft niet die goede bewaareigenschappen van hop. Daarom moesten de brouwers hier een andere methode bedenken om hun bier langer te laten bewaren. En zo lieten ze hun bier verzuren op eikenhouten vaten, voeders genaamd. Een techniek die tot op vandaag nog gebruikt wordt en toegepast wordt bij brouwerij Omer van der Ginsten.